Dus eigenlijk geen synthetische kwaliteit die wol kan benaderen. Nederlandse wol specifiek heeft ook iets heel stoers. Ik ben Reina Ovingen. Ik heb 30 jaar in de mode-industrie gezeten. Ik ben nu eigenaresse van de Knitwit Stable. Wij begeleiden het hele proces vanaf het schaap tot aan de trui. Nou, de wolindustrie in Nederland is eind vorige eeuw eigenlijk compleet verdwenen. Met het gevolg natuurlijk dat alle kennis ook verloren is gegaan. We hebben 800.000 schapen in Nederland. En die geven elk jaar zo'n 1,2 miljoen kilo wol. We doen daar heel weinig mee. En dat is natuurlijk doodzonde. Dus toen dacht ik, we gaan wat doen met deze Nederlandse wol. Toen heb ik een aantal merken benaderd. En eigenlijk was alleen Joe Marino die reageerde. Die durfde het wel aan om een Nederlandse mooie trui van te maken. Ja, dat was een enorme ontdekkingsreis. Om het hele proces weer vanuit Nederland weer op te zetten. Van vacht tot aan de trui, daar heb je echt zeker wel een jaar voor nodig. Dit jaar hebben we dus een visserstrui gemaakt. Dat is een trui met een kabel en een dessin uit Katwijk. Ja, ik vind het ook mooi dat het een soort culturele waarde heeft. En dat we die nu gebruiken met Nederlands wol. Je komt natuurlijk dichter bij de natuur te staan. Want dat leert een schaapje ook. Het wordt eigenlijk allemaal teruggebracht naar een soort simpelheid die eigenlijk super mooi is. Dat het fijn is om daar onderdeel van te zijn. Al op het moment dat je bewust bent van het feit dat er zoveel handwerk aan een trui zit, dan leer je de trui ook meer waarderen. Nee, het is geen kriebeltrui, maar het is geen trui voor watjes.